Zeg Edwin, het is 1,5 bling bling bij jou vandaag. Ja, dan zeg je Swarovski. Je kan van zeggen wat je wil, maar ik hou ervan. Dat is het ergste misschien nog wel. Ik vind het ook nog echt mooi ook. Ja, want hoe lang ben je al bezig als zanger? Eigenlijk al heel lang. Vanaf mijn 16. Ik ben nu 30, dus een jaar of 14. Ik heb vroeger in de allereerste boyband van Nederland gezongen. Velvet was dat. En dat was natuurlijk een ervaring op zich. Ja, dat was in het begin, toen ik stopte met Velvet, was dat heel erg wennen. Want je kon altijd normaal gesproken terugvallen op vier anderen. En daar heb ik nu eindelijk mijn weg in gevonden. En dat is heerlijk. En als je dan ziet dat Velvet leek heel erg succesvol, maar dat viel allemaal wel mee. Want zoveel werk hadden we helemaal niet. En als ik dan nu kijk hoe onwaarschijnlijk druk het is, denk ik, ja, dan gaat het de moeite lonen. En dan is het leuk dat alle inzet die je eraan geeft, dat beloond wordt met heel veel optredens en een grote aanhang. En dat is super. Na het succes van Ga Met Me Mee, vooral ook op Radio NL en TV Oranje, ja, daar ben ik zo ongelooflijk blij mee. Want het is natuurlijk heel moeilijk, er komen zo onwaarschijnlijk veel platen uit. En als het dan toch lukt om die plaat ook nog eens in de top 100 te krijgen en voortdurend de plaat terugziet in de verzoekparade van TV Oranje, ja, dan word je blij. Dan word je echt blij. Ja, we gaan door met platen maken. Zeker dat succes van Ga Met Me Mee, dat smaakt naar meer. Dan weet je dat je het ergens voor doet. En dan gaan er ook absoluut nieuwe platen komen. We zijn nu druk bezig. En we hebben een aantal opties. We zijn nu aan het kiezen tussen drie platen welke nou de nieuwe single moet worden. Dus het wordt spannend en dan gaan we weer lekker de buis op ermee.